Goedemorgen, u kijkt naar het weerbericht van Weerplaza, opgenomen op maandag 18 maart. Er trekken vandaag wolkenvelden over het land, maar er zijn ook zonnige perioden en lokaal valt er nog een enkele bui. Dat gebeurt vanochtend al, maar ook vanmiddag is dat mogelijk. In de lopende middag neemt wel de buienactiviteit geleidelijk aan af. Er waait een matige tot krachtige wind uit het noordwesten en de temperatuur die ligt momenteel zo rond de 5 à 6 graden en wordt vanmiddag 8 tot 9 graden. Later vanmiddag en vanavond verdwijnen dus de buien en klaart het breed op. De temperatuur die daalt naar een graad of 4 in de avond. Maar vannacht kan het in het binnenland lokaal licht gaan vriezen. De wind die draait dan geleidelijk aan naar het zuidwesten. Morgen is er af en toe zon, maar over het algemeen overheerst toch wel de bewolking. Het blijft wel op de meeste plaatsen droog, en de temperatuur ligt tussen de 9 en de 10 graden. En de dagen erna blijft het weerbeeld rustig en het wordt ook wat zachter. Temperaturen gaan omhoog en donderdag en vrijdag kan het in het zuiden van het land lokaal 15 of 16 graden worden. Het blijft droog en er waait een matige wind uit westelijke richtingen. Mijn naam is Raymond Klaassen voor Weerplaza. Ik wens u nog een fijne maandag.